Hij is een record international voor Oranje. Hij was voor velen een voormalig Ballon d'Or kandidaat. En hij is een Champions League winnaar. Ik heb het over niemand minder dan Wesley Sneijder. Onze kleine avonturier. Succesvolle avonturier wel, want hij heeft dus de Champions League gewonnen. Verschillende andere prijzen. Maar ik denk persoonlijk dat hij meer uit zijn carrière had kunnen halen. En daarom ga ik met Wesley Sneijder in FIFA zijn spelerscarrière herspelen. We beginnen bij Ajax. We zien hem hier in beeld. Daar staat onze kleine man met nummer 10. Spelerscarrière gaat dit dus worden met niemand minder dan Wesley Sneijder. En mocht je er zin in hebben, druk dan vast op dat duimpje omhoog. En dan gaan we gauw beginnen. Goed, we gaan dus beginnen met Wesley Sneijder en we beginnen natuurlijk bij Ajax nummer 10. We hebben hem hier gemaakt en we zijn 70 algemeen, 14 jaartjes jong en zitten in het eerste van Ajax. Het is toch prachtig op die leeftijd. Maar er zitten natuurlijk wel wat haken en ogen aan. We gaan in deze carrière gaan we niet zomaar hoppen van team naar team naar team wanneer we zin in hebben. Iedere keer als we ergens bij een team zitten, moeten we een prijs winnen voordat we ook maar gaan vertrekken naar het volgende team. We beginnen gelukkig bij Ajax, dus de kans om daar een prijs te winnen ligt hier wat hoger als bij, ik noem maar wat, een Vitesse, een Cambuur of weet ik van wat. Ik kan wel alle lage teams gaan noemen. Vitesse is niet per se heel laag. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Groningen. Hè? Degradatietje. Geintje. Maar jullie snappen mijn punt. Dus we hebben geluk dat Sneijder in het echt bij Ajax is begonnen. Prijspakken wordt hier of hoort hier niet zo moeilijk te zijn. Dat houdt in dat we natuurlijk wel met onze toekomstige transfers rekening moeten houden met waar we naartoe gaan op het oog van het winnen van een prijs. We hoeven natuurlijk niet altijd bij de kampioenskandidaat. We hoeven in Spanje niet naar een Barça of een Real Madrid. Je kan bijvoorbeeld ook de Spaanse beker winnen met Sevilla, ik noem maar wat. Is ook een prijs. Jullie snappen mijn punt, maar we moeten daar een beetje rekening mee houden. Verder, in de loop van deze carrière gaan we zijn competitieve doelpunten en assists bijhouden. Die gaan we gewoon de hele tijd bijhouden. Gedurende de carrière om te zien op hoeveel we in totaal zitten. Dat houdt in dat ik doelpunten tijdens vriendschappelijke wedstrijden of assist tijdens vriendschappelijke wedstrijden niet mee zou tellen. Dus alleen de competitieve wedstrijden. Met dat gezegd hebben, denk ik dat het tijd is om te gaan simmen en ons klaar te gaan maken voor de eerste wedstrijd. Nou, het is tijd voor die eerste wedstrijd. We zien ons zelfs hier in het nieuws staan. Scroll even terug. Laat John Heitinga Jonkie debuteren in International Champions Cup. En dat zijn wij, Sneijder. Voor de eerste wedstrijd door een beetje getraind zijn we al 73 algemeen in plaats van 70 in voor deze vriendschappelijke wedstrijd. En ja, laten we deze eerste maar gewoon spelen. Waarom niet? Kijken of we een goede indruk kunnen achterlaten. Let's go. En zo te zien komen we erin op de 55ste minuut ongeveer. We gaan invallen voor Berghuis. Ja, eens kijken hoe dit gaat lopen. We krijgen dus niet de volledige 90 minuten. Hopelijk kunnen we een goaltje van assist maken. De stand gelijk trekken. Dan zou ik zeggen dat we een prima debuut hebben. We gaan in ieder geval ons best doen. Nou, here we go boys. Daar gaan we. Wesley Sneijder. Zijn debuut in 2023. Wie had het gedacht? We hebben wat doelstellingen. Haal minimaal 6,5. Voltooi 7 passes. Makkelijk eigenlijk. 7 passes. Maar ik vind het zo'n gek aantal. En herover minstens 2 keer balbezit. Let's go. Allereerst is het wel Leeds wat hier in de aanval gaat terwijl wij in de wedstrijd zijn gekomen. Ah, daar is balverovering. Dat is fijn. Ik ga naar het midden. Ik zie daar iemand op rechts. Jezus. Oké, mijn stats zijn nog wel echt shit. Die paas sloeg nergens op. Telt dat voor ons als een veroverde bal? Ik hoop het wel. Tikken hem even daarheen. Misschien kan die terug. Dat kan die zeker. Nou is er heel veel ruimte daar op links. Dus ik geef hem mee. Dat is een goede paas. Oh, leg hem desnoods af. Ik wil best een kans. Oh, ik dacht als ze het niet zelf schieten, dan ga ik erom vragen. En dat deden ze niet. Dus ja, dan ga ik ook daadwerkelijk vragen. Ons eerste kansje. Come on, boys. Zet eens druk, hé. Wat zijn we aan het doen? En we staan 0-2 achter. Verdediging. Heb geen zin om te verdedigen. Ik zweer het je. Iedereen kijk maar naar hoe Leeds dribbelt.
En dan vraag je er ook om. Het was na een corner. En ja, er is, oké. Eerlijk, er is ook wel netjes gecombineerd daar. De bal ging snel rond. Staan hier van 0-2 achter. En dat is kloten. Tot nu toe is dit absoluut niet het droomdebuut. Het is Leeds wat domineert en bal bezit. En oké. Keren. Nou, geef mee. Oké, dit is apart. Ga naar links, juist. Wat ga jij doen? Oh, we zijn de bal weer kwijt. Niet best. Jongens, wat staan we te kijken in de verdediging. Meer doen ze niet. Kijken, maar niet tackelen. Goed, we hebben nou wel even balbezit, dat is fijn. En hier is misschien wel een omschakeling. Nogmaals, ik ga niet per se voor een kopbal of zo. Dat heeft voor mij gewoon geen zin. Ik word ook teruggestuurd, maar hier wordt wel gescoord. Het is Mr. 1-0. Davy Klaassen. Alleen is hier niet de 1-0, maar de 1-2. En staan we nog achter. Maar Davy brengt ons terug in de wedstrijd. 1-2 door Klaassen. Kopballetje na die voorzet. Ja, prima. Ik heb niet eens mijn 7 paasdoelstelling kunnen doen. Omdat ik niet eens vaak genoeg de bal daarvoor heb. Maar goed, dat was een paas. En nou zijn we weer aan het aanvallen. Dat is mooi. Nice. Daar is Klaassen. Oh, dit is mooi schieten, jongen. Oh! En zo is het 2-2. Dusan Tadic. Met de goal. Met de gelijkmaker. En het was niet onze assist. Maar we zijn daar wel betrokken. In die kleine ruimtes ging de bal opeens best wel snel rond. En zo stond Tadic daar ineens vrij. En kan die intikken. 2-2. Druk. Juist. Misschien kunnen we nog één keer aanvallen. Ik ga vragen om een steekbal. Ik krijg hem. Zijn wij snel genoeg? Niet echt. Ik ga hem teruggeven. Tadic. Ik ga naar het midden. Dit is netjes. Ja. Het is een goal. Waarom krijgen we geen celebration te zien? Maar ik vind het ook niet erg. Ik ging ook nog naar het midden om te helpen. Maar het is Bergwijn die ons op voorsprong ziet. En zo is de wedstrijd gedraaid naar 3-2. Wat een game. Oh, wauw. Oké, het is dat het buitenspel is. Anders waren we er in één keer heel gauw ook weer uitgecounterd. Misschien kunnen we nog iets vormen in de extra tijd. Bal vliegt over me heen. Geef. Dank u. Naar Klaassen. Die krijgt. Oh, we komen er doorheen, maar het is buitenspel. Oh, we combineren opeens wel lekker. En dan is ze afgefloten. Eerste wedstrijd wordt toch een overwinning. 3-2. Ondanks dat ik geen hoge beoordeling heb. En ondanks dat ik niet heb gescoord of een assist heb gemaakt. Ben ik oké met het debuut. We hebben niet heel veel tijd gehad namelijk ook. We stonden niet basis. Dus ik kan ermee leven. Het kan beter, het kan slechter. Maar ik kan ermee leven. Gaan we gauw door. Dan hebben we nou een vriendschappelijke wedstrijd staan tegen Valencia. En dit is er eentje die ik ga simuleren. Het is wel de eerste wedstrijd dat we basis staan. Maar ik wil gewoon niet iedere vriendschappelijke wedstrijd spelen. Vandaar dat we nu gewoon zeggen snel simuleren. En hebben we iets gedaan hier? Nee, lijkt er niet echt op. Nee. De wedstrijd is ook nog eens 3-2 verloren. Jammer. Ondertussen zie ik ook dat Klaas aan de kant is voor 7 weken door een blessure. Ei, een blessure op het middenveld van Ajax betekent dat wij als jonkie alleen maar meer speeltijd gaan krijgen. We staan nu ook basis, dus dat is eigenlijk voor ons misschien alleen maar mooi meegenomen. We gaan hier ons best doen. Derde oefenwedstrijd staat op het programma, dat is tegen Sporting. En die ga ik wel weer spelen. Ja, daar gaan we. Vanuit de basis en we hebben zelfs de aanvoerdersband. Wesley Sneijder, we moeten minimaal een 7 halen. Haal een dribbelsuccespercentage van minimaal 35% en minstens 3 keer de bal onderscheppen. Klinkt niet als de moeilijkste doelstellingen. We gaan ons best doen en hopelijk kunnen we ook een doelpuntje meeprikken. Deze pot ga ik voor de verandering met deze profcamera spelen. En we zien wel hoe het gaat lopen. Kijken hoe dit gaat. Of dit beter of dit slechter gaat. Je hebt natuurlijk wat minder overzicht. Maar het is misschien voor jullie kijkers wel leuker. Laat dat weten in de reacties. Wij als deze doeltrap het in zijn hoofd haalt om naar mij te gaan doeltrappen op hoogte of zo. Weet je, die kleine Sneijder die dan moet gaan koppen. Dat zou het niet makkelijker maken. Terwijl ik hier een run heb. We hebben hier een run.
We hebben hier een run. Ik wil naar binnen. Oh, ik verlies net de bal. Dat is zo zonde. Kom op, Bessie. Je bent... Wie? Dat was Bessie. Hij loopt er naartoe, maar hij zet verder geen druk. 1-0 Sporting. Omdat we er weer staan te kijken als een stel amateurs in die verdediging. Kijk Bessie hier. Kijk. Ja, nee, niks. We doen niks. Maar ja, goed. Kan ook pech zijn. Hij paast ook af. Sporting voor. Oh, geef hem mee nu. We zijn er weer door. Kunnen we scoren? Ja, we hebben een goal. Het debuutgoal. Nee, niet debuutgoaltje. Maar zijn eerste goal in ieder geval. Zijn eerste goal in het shirt van Ajax wordt hier nu gescoord. Oh, ik kan niet echt lekker celebreren. Maar goed, we hebben hem. Ons eerste doelpunt. Hij telt niet mee. Het is vriendschappelijk. Maar het is toch fijn dat die eerste eindelijk in het netje ligt. En zo staat het nu 1-1. Alrighty. We kunnen weer door. We zijn weer aan het aanvallen. Ik weet niet wat hier allemaal gaat gebeuren. Schot van Brobby wordt geblokt. Niet meer in balbezit na die ingreep. Meegeven naar Brobby. Dit moet hem worden. De assist. Ja hoor. Goal assist. En dit gaat al zoveel beter als die eerste wedstrijd. We vallen wat meer op. En we doen ons ding. We prikken een goal. We prikken een assist. We stolen die zak naar beneden. En maar goed. Ik ben blij met hoe deze wedstrijd verloopt. Ik ben hartstikke blij. 2-1. Kijk, dat is een goede verovering. We hebben geen bal. Oh, nou toch, nog wel. Geef hem eroverheen. We zien een Ziyech. Waarom wil ik Ziyech zeggen? Tadic natuurlijk. Ziyech die is hier niet aanwezig. Zou toch leuk zijn als wij misschien kunnen longshotten? Ah, dat is sad. Oh, wat een verovering. Eroverheen voor Brobs. Maar die komt daar niet bij, denk ik. Nee. Oké, dit is een counter. We tikken hem in één keer door. Dat is Tadic. Tadic. En telt dit alsnog een assist? Ja hoor. Hartstikke lekker. We hebben wel eens een captainsbandje overgenomen. Yes, voor ons. Maar hij scoort hier wel op aangeven. Wat een paas van Wesley Sneijder. Dusan Tadic trekt de stand naar 3-1. Vol in die kruising geschoten, geloof ik. Ja, nee. Niet per se in de kruising. Nog wel richting het hoekje. Maar geen kruising. Dat dan ook weer niet. Kijk. Goeie balverovering. Geef hem diep. Houden we de bal? Nee, we worden eraf gezet. Dat is zo jammer. Kan ik dit duel winnen? Oh, schande dat hij een kopduel verliest van ons. Nu! Ja, dit is heerlijk. Oh, ik krijg die bal niet goed onder controle. Oh, dat was kans op nog een goal. Dat was echt kans op nog een goal. Geef eens hier. We zien Tadic. Ja, slechte paas. Oh, wat? Waarom? Oh, nee. Doeltrappen die richting mij gaan. Ik ga toch geen kopduels winnen? Ja, dat is vragen om problemen. Gelukkig is het buitenspel. Oh, dit is een kans. Gaan, Wesley. Gaan. Schiet maar. Anders komt die verdediger erbij. We hebben een hoekschop gewonnen. Kom hier. Dankjewel. Goeie verovering. Geef hem mee. Daar is Bergwijn. Geef me nog een assist. Oh, zonde. Hartstikke zonde. Blijkbaar gaan we eraf. Het is einde verhaal voor ons in deze wedstrijd. Kudus komt ons vervangen. Nou, we hebben wel lekker gespeeld, moet ik zeggen. We hebben heerlijk gespeeld. Ik bedoel, we hebben gescoord, we hebben assists. We kunnen absoluut niet klagen. Gaan we verder. Nou, besloten de rest van de wedstrijd te simuleren. En dan winnen we met 4-1 van Sporting. Dat is toch wel lekker. En dan zijn we terug op het hoofdmenu en ga ik hier de eerste aflevering van deze Wesley Sneijder carrière afsluiten. In de volgende aflevering gaan we de Eredivisie starten en dan moet ik nog even kijken hoeveel wedstrijden ik precies zelf ga spelen en simuleren. Maar daar komen we snel genoeg achter door middel van gewoon te spelen. Mijn stoel is echt kapot. Ik zak steeds verder naar onder. En die microfoon komt steeds dichterbij. Dus dat vind ik ook een teken voor afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Druk dan op dat duimpje omhoog. Dat kan mij enorm helpen. Ik zou de support in ieder geval enorm waarderen.
Vond je het leuk? Wil je meer zien? Abonneer dan ook op het kanaal. Klik gelijk even op dat belletje wat je dan ziet. Dan zet je de notificaties aan. Mis je geen enkele activiteit op dit kanaal en hoef je dus niks te missen. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. Ik check jullie graag bij de volgende video. Laters.